Deze beschouwing die is lekker algemeen. Het gaat over de waarheid en het leven. En ja, de manier om het leven te leven. Voordat ik ga beginnen, die, die fijne beschouwing, doe ik even kort reclame maken. Ik zou het heel leuk vinden als jij uh, je abonneert op uh, mijn kanaal. Geef me toch een beetje steun. Hè? En als je al abonnee bent, uh, of je dan uh, een, op de share wilt drukken. Dus uh, delen op zijn Nederlands. En dan kan je delen, of als je op YouTube een kanaal hebt, dan kan je delen op jouw kanaal. Het komt niet echt op jouw kanaal te staan, maar dat. Uh, Gedeelde video's of zo. En ja, liked. Nee, in liked, komt het denk ik te staan. Oh. Ah, ja. Wat ik ook leuk vind is dat je het door naar Facebook. Ja, want op Facebook heeft iedereen zijn eigen pagina. Dus als jij naar Facebook gaat, dan zie je allemaal berichtjes staan. En dat zijn dan berichtjes die oftewel jouw Facebook-vrienden hebben gepost... of die ze met jou delen. Ja, hm? nou, dat zou ik leuk vinden. Een like vind ik ook heel erg leuk. Als je gewoon, een, gewoon een likeje doen. Als je denkt van nou, ik doe één likeje voor de moeite. <laughs> ja, ik heb het toch uh, ingesproken en... Uh... En dan moet ik er een fotootje bij zoeken, nou dat is niet zoveel werk. <laughs> dan moet ik het uh, in iMovie uh, renderen. En dan moet ik het in Handbrake moet ik het, uh, terugbrengen tot een normale hoeveelheid bytes. En dan moet ik nog uploaden. Uh. En als ik uh, aan het uploaden ben, dan kan ik niets schaken via internet. Nou, ja, kortom, het is nogal wat werk. Gelukkig heb ik daar een kopje thee bij. En als ik jullie wel, ik het ook maar lekker doen. Want zo'n beschouwing van mij dat uh, gaat rustig naar een uur. De waarheid en het leven. Het is droevig gesteld met de waarheid. heel droevig. Ik weet nog dat was mijn kind van, was vijf en toen ging de moeder die ging vreemd en dan niet uh, een keertje per ongeluk omdat ze te veel whisky had gedronken. Nee, wel overwogen had ze besloten om er een tweede sekspartner bij te nemen. Voor eens in de week, niet te veel, hoor. Ik zei tegen haar: Wat krijgen we nou? Wij hadden toch een afspraak over monogamie? Ja, zei ze, dat klopt. En ik bedoelde altijd al uh, seriële monogamie. Ik kende dat woord niet eens. En we houdt het eigenlijk in? Dus dat je het niet met twee mannen tegelijkertijd doet of zo, maar dat je de een na de ander doet. Ongelooflijk. En voor haar was het van, uh, ja, kijk, je maakt een afspraak. En dat is het dan. <laughs> ja, afspraken maken, dat hoort bij het leven. En beloftes doen ook, ja. En wat je nou gaat doen, ja, dat is weer iets heel anders. Een waarheid, interesseert er allemaal niks. En dan zeg ik dat tegen andere mensen, heb ik ook gezegd, hoor, in die dagen. Van goh, uh, hè? Zij neemt het niet zo nauw met de waarheid. En dan andere mensen halen zo hun schouders op, en oh, nou, ze. Ja, dat kan. Ja, waarom niet? Ja, de een heeft het wel en de ander uh, ja, niet. Het ligt er maar aan, hè? Maar dat is helemaal niet zo. De waarheid is het allerbelangrijkste. Buiten de waarheid is er niets dan onduidelijkheid. Huilende kinderen. bejaarden die honger hebben. Euh, nou zeg maar. Huisdieren die zonder baasjes zijn achtergelaten in het bos. Prostituees die dood worden gevonden in een droge sloot. Ja. Bijvoorbeeld, eh, nu zijn er nou, één of twee politici, en die maken zich druk over het feit dat asielzoekers. Terug naar het uh, land van herkomst gaan. om even vakantie te vieren. Van even uit de drukke bestaan. van asiel te zoeken in Nederland. van ja, daar dat word je toch ook een beetje. Hè, dag in dag uit het zoeken van asiel. nou, nou, nou. Pff, ik moet er even tussenuit hoor. En dan gaan ze naar Syrië. Even twee weken met de billen in de zon. En, en dan zijn er politici. en die zeggen. ja, maar dat kan toch niet? Want dan ben je asielzoeker. En, 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 en dan ga je terug naar het land van herkomst. waar je van gevlucht bent. En dan kijk ik op mijn kalender. en dan zeg ik. Nou, dat is naar nou 2019. In 2010 ongeveer, maar iets later. Toen heb ik mij verdiept in de zaak Marianne Vaatstra. Die Friese jonge vrouw, die doodgevonden is. Haar lichaam is uh, stoffelijk overschot is gevonden op een zaterdagochtend. En in 1999 was dat, hè? 30 april. Nou, ze is op 1 mei gevonden, maar uh, 30 april heeft ze. Uh, dat was de laatste dag die ze meegemaakt heeft. En er was een hele hoop gouden hoer over een asielzoekerscentrum daar in de buurt. En dat heette. Ik weet het ook nog, ik heb het dus helemaal uitgezocht. De Poolplaats heette dat. Op zijn Poolplaats. En een van die mannen. Die was uh, korte tijd uh, niet bereikbaar voor ondervraging door justitie. Want hij was op vakantie in Turkije. Ja, dat was in 1999. Dat was twintig jaar geleden. Toen gingen ze al op vakantie vanuit het asielzoekerscentrum. Jeetje. Zielig, hè, die asielzoekers. Ik zat laatst te schaken op internet. En mijn opponent was een man, neem ik aan. Uh, Zuid-Afrika, dat weet ik zeker. Dat heeft hij zelf gezegd. Nou ja, dan weet ik niks zeker op internet. Maar hij heette Iso's uh, Mokoni Wabobo of zo. Een of andere Afrikaans. Ja, dus niet Afrikaans. ...niet dat Nederlands-achtige... ...maar hij ...weet ik wel, Zulu-achtige naam of zo. Maar kon hij Wawobo. Hij volgt mij op, uh, op de schaakclub... ...en ik volg hem. Dus, uh, lekker multiculti. En ik vroeg ze een beetje van... ...nou, ah, dan woon je dan in Nederland? Ja. Oh. Oh, dan spreken jullie zeker ook Afrikaans door? <laughs> en ik zei, nee, we spreken hier Dutch. Oh, jullie Dutch... Ja, wist hij veel dat Dutch, of dat, Diets, dat is de taal van ons. En in Zuid-Afrika zijn we Zuid-Afrikaans gaan spreken. Of Afrikaans. Nou, dat wist hij dan weer niet. Dat is wel een uh, leuke chat. Wat ik minder vond is dat hij won met schaken, maar. Dat... Daar kan ik inmiddels wat tegen hoor. En die vertelde ik aan die man dus. Want hij begon over de hoeveelheid talen die we hier in Nederland spreken. Nou, officieel spreken we hier twee talen. Namelijk Nederlands en Fries. En meer niet. Maar in de praktijk. Ja. Dus ik zei tegen hem van nou: in de stad waar ik woon. is 30% van de mensen die hier wonen. leven, boodschappen doen en dus ook spreken. 30% komt hier niet vandaan. Die komt uit het buitenland. En die man uit Zuid-Afrika zo. Waarom? Die, die, snapte dat, die snapte daar geen bied van. Ja, ik ook niet. Ik snap er ook geen bied van. Wat doen die mensen hier? Ze worden hier naartoe gehaald. Dat is wat er gebeurt. Je gaat mij niet vertellen dat wij als Nederland uh, de aangewezen bevolking zijn om de halve wereld op te vangen. Maar hier in Arnhem is 30% uh, categorie uh, ja, wordt opgevangen. En het gaat helemaal niet goed met Arnhem, ook nog een keer. Dat kan je zien aan zoiets als De Markt. He, toen ik hier kwam wonen, ik woon vlakbij De Markt. Toen ik hier kwam wonen in 2010, had je op het kerkplein echt een grote markt met ik weet niet hoeveel steentjes. Nou, punt 1, dat mooie kerkplein hebben ze volgeplemd. met uh, aan de ene kant uh, appartementen voor mensen met veel geld. En de andere kant, noem het maar de voorkant. Uh, daar is een bioscoop geworden. Huh. En de markt, ja, die moest maar verhuizen. En die is er nu verhuisd. En. Ja, die zitten nou wel 300 meter verder, niet zo heel ver, maar, maar daar van die oorspronkelijke hoeveelheid steentjes is er niks meer over. Serieus niet? Ja, je hebt nog wel wat, maar daar heb je het echt mee gehad. Ik herinner mij dat je drie stallen had. Marktkramen met bloemen. Nou, er zijn er nu nog eentje. En alleen op zaterdag. De vrijdagmarkt die is er dan nog wel. Maar de woensdagmarkt is opgeheven, bij gebrek aan belangstelling of zo. Uh, dit is de waarheid over Arnhem. Uh, Arnhem is, uh, dat is niet meer de stad die het was. Waar je van alles kon kopen. En waar het drie keer in de week op het uh, kerkplein markt was. Drie keer. Twee keer in de ochtend, op woensdag en vrijdag. En één keer de hele dag. Te weten op zaterdag. En dat was druk hoor. En op de markt in Arnhem had je bijvoorbeeld ook een kraam. En daar stond een vrouw in en die heette Anneke. En haar kraam die heette Annekes Zoetwaren. En die verkocht alleen maar snoepjes. Heel simpel in plastic zakjes. En die maakte ze zelf van die zakjes denk ik. Met haar dochter. En een zakje snoep, ja, die kostte dan 20 cent of 30 cent. Echt heel goedkoop. Ja, die kochten dat snoep in, van die grote tonnen, mag ik aannemen. En dan zat ze s'avonds met haar dochter door de week uh, en met een schep of zo. Uh, dan dus schepte ze van die kleine zakjes. En uh, dan ging dan zoet als dus een apparaatje met van die, uh, van die plakband. En dan maakten ze allemaal van die setjes. Ja. En ging ik met mijn dochter eens per jaar minimaal, eens per jaar ging ik daar naartoe. En dan was ik jarig en dan mocht mijn dochter mocht een snoepbord maken. En dan smeet ik daar vijf euro tegenaan. Wauw, dat is echt de wereld aan snoep man. Blauw, groen. Knetter, oranje, knalgeel. Sommige dingen paars. En mijn dochter die rangschikte dat dan op een groot bord. En dat was dan voor de kindjes die kwamen. Ja, dat was leuk. Maar Anneke's zoetwaren is van Pleitenstein. Die is er niet meer. En dat is niet omdat de mensen tegenwoordig het snoep kopen via het internet. Nee, ze komen er niet meer. De, de markten, dat. Ja, ze hebben hem over. En de rest van de winkels hier in Arnhem? Er was ooit bijvoorbeeld een delicatessenwinkel. Dan kon je caviar kopen. Om hem wat te noemen. Dus als jij een feestje had, nou, dan kon je daar hele exquise dingen kopen. Die winkel is weg. En in de winkelstraat van Arnhem, dat uh, is zo'n hele grote uh, deur winkelstraat. Daar de, de, uh, kledingwinkels, heel veel. En dan de beroemde, die je overal ziet. Dat zijn van die franchisers, uh, ja. Dus ja. Uh. Ik zou niet weten waarom je nog naar Arnhem komt om te shoppen, eigenlijk. Als je in Deventer woont. Ja, misschien voor de Primark. Maar we hadden vroeger een, uh, een bijenkorf. Dan kon je toch bijzondere spullen kopen. Is niet meer. De Vroomend Reesman is niet meer. De Hema is er nog wel, maar. Daar is het niet druk. Ga dan maar eens kijken, het is daar niet druk. En het aanbod is, uh, is niet meer zoals vroeger hoor. Oh, de blokker, de huishoudelijke artikelen. We hadden een vrij grote blokkervestiging hier. Kon je van alles, alles kon je er halen. Dus uh, weg. En er is er in de plaats gekomen een filiaal, op een andere plek natuurlijk... En een stuk kleiner. En ik was daar laatst om iets te halen. Ik was op zoek naar iets. En die persoon, die knikte zo van ja, vroeger verkochten we dat. Maar dat verkopen we niet meer. Nou, heb ik gekeken op internet of je dat via bij de HEMA kan krijgen? Nee, bij de HEMA verkopen ze dat ook niet. En dan moet ik het dus kopen via internet. Moet ik het kopen via internet? En het is daar niet eens goedkoop op het internet. En waarom is dat niet gewoon in die winkel? Ja, als jij het snapt, dan snap ik het ook. Maar ik snap het niet. Dus jij waarschijnlijk ook niet. Nee, het is maar wat. En dit is de waarheid. De waarheid is dat mensen hier in Arnhem en ook in andere steden, want ik zie geen verschil met andere steden. Mensen hebben helemaal niet meer zoveel uit te geven en gaan bezuinigen. Allemaal een tandje minder. En dan zag ik laatst op het station twee dagen terug, of zo. Ja, en daar zat iemand en met een bord en daarop stond, uh, het stond er, ja, ik wil dat de overheid wat gaat doen aan het klimaat. En dat kunnen ze doen. Door uh, ervoor te zorgen dat. De mensen minder kopen. En denk ik, is het nog niet genoeg? Vroeger had je dus negen jaar geleden, toen ik hier kwam wonen, had je hier in Arnhem in het centrum drie keer per week had je een markt. En er was alle drie de dagen was het hartstikke druk, echt gezellig. Dat je zo'n Zo'n visstand. Zo'n zo kraam. Van mevrouw de Graaf. En die stond daar met haar dochter en twee of drie hulpen. En als je dan lekkerbek wilde, haring of wat even, ja, dan moest je even wachten wat je gebeurt hoor. Je hard werken, jongen, die mensen. Nou, van de week... Uh, ja, afgelopen... Nee, het was, uh, van de week, het was gisteren. Was ik ook naar diezelfde kraam gegaan. En daar stond mevrouw De Graaf. Die stond er. Met één hulp. En terwijl ik stond te wachten op mijn lekkerbek... Uh, liep zij even naar een plek naast de kraam... Om alvast uh, het uh, karton van uh, dingen, oude verpakkingen of zo... Uh, Dubbel te vouwen, want dat moet allemaal netjes aangeleverd worden aan het einde van de dag. En die hulp van haar, uh, die stond uh, koffie te drinken. Ik was de enige klant. Op dat moment. En mijn lekkerbek, die lag in de frituur, dus ja... Kon die man even een slokje koffie nemen. Dat is natuurlijk leuk voor die vent om een slokje koffie te nemen. Maar... Hij is daar niet op de markt in Arnhem om koffie te drinken. Helemaal vanuit Spakenburg of waar komen ze vandaan? En dan zit zijn vrouw bij het station. En die wil dan dat de regering uh, de consumptie nog verder terug gaat dringen. Want het klimaat uh, verandert naar haar idee uh, niet goed. Of het mag helemaal niet veranderen. En dat is natuurlijk lastig, hè? dat het klimaat niet mag veranderen. Want het klimaat doet gewoon lekker wat het zelf zin in heeft. En dat het klimaat verandert, dat is al zo oud als de weg naar Rome. Nee, dat is ouder dan de weg naar Rome. Dat is ook zoiets hè, over de waarheid. Eh, dat mensen dan brullen van, oh, de, de klimaatverandering, dat is nog nooit gebeurd en nu in ene gaat de klimaat veranderen. Dat is helemaal niet waar. Het klimaat verandert al zo lang als wij meten. Weten we dat al? Er was ooit een, een hele erg uh, zware ijstijd. En dan lag er een pak ijs het hele jaar door. Tot aan Drenthe. Halverwege Drenthe. Was het koud, jongen. Ja, toen daarna begon het dan weer aan te vriezen. Uh, aan te vriezen, te uh, zomeren. Toen werd het weer warmer. Er was een tijdje heel warm geweest. Dat was tijdens de middeleeuwen. En toen zakte het weer een beetje in elkaar. Kregen we hele koude winters. En van die uh, zomers waar je ook niet echt blij van wordt. Dat heet ook wel de kleine ijstijd. En sinds die tijd ja, is het weer aan het, uh, ja, slaat het weer de andere kant op. De laatste honderd jaar is het warmer geworden, zonder meer, dan daarvoor. En ja, houdt dat in dat je, dat, uh, ja, dat je dat zo'n zo lijn even kan doortrekken? Nee, want uh, je weet punt één niet waar die klimaatverandering vandaan komt. In dit geval dan de temperatuurstijging er wordt gezegd van ja, dat komt door het verbranden van koldioxide van koolstof. Dat geeft een hogere koldioxideconcentratie in de atmosfeer. En... Maar ik heb daar nog nooit de onderbouwing van gezien hoor. Anders dan dat er gezegd wordt: van nou, in de 20 e eeuw is het warmer geworden. En de dus concentratie koldioxide is gestegen. Ja, ja dat klopt. Maar hebben die twee wat met elkaar te maken? Nou, dat moet wel. Nee, dat moet helemaal niet. Kom je erbij? Ja, maar hoe kan het anders dat de temperatuur gemiddeld over de aarde stijgt dan? Ja, dat weet ik niet. Ik kan er wel een gooi naar doen... Maar ja, we... ja, jouw gok is net zo goed als die van mij hoor. Er zijn van die Denen geweest en die hebben de, de statistieken bijgehouden van de zonneactiviteit. Want de zonnestraling is niet constant. Dat is alvast een factor om rekening mee te houden. Het varieert. Er zit een golf in. En ja, er zijn ook wel meer dingen die. Ja, moet je er maar even over na gaan denken, hoor. Maar dat dat de kooldioxideconcentratie in de atmosfeer is. Dat is een gokje. En ik vind het dan nog heel erg uh, opmerkelijk. dat dan de kooldioxideconcentratie in de atmosfeer zo bepalend is. Terwijl de hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer. dat is maar. 0,04 procent. Dat is echt niet veel. Ja, toch? En dan zeggen mensen, ja, maar Perry, waarom geloof je dat nou niet? Nou, waarom zou ik het wel geloven? Hey, ik heb luchthygiëne en verontreiniging gestudeerd. Dat was een studierichting in Wageningen. In de sectie N42, milieu heette dat. En ja, wij waren gewend om uh, ideeën die je had over de bla bla bla. Maakt niet uit wat maar om dat dan uh, na te doen in, uh, in windtunnels en dat soort dingen en dan te kijken hoe het uitpakte. Zo uh. so, uh, is er een fenomeen en dat heet smog. Dat is dan een, een mengeling van uh, mist en rook. Uh. Fog is mist en smog uh, en uh, dat is dan rook. En dat door elkaar dan kreeg ze smog. In San Francisco was dat een groot probleem. En er waren daar theorieën over dat het te maken had dat je met de instraling van UV dat je stikstofoxide kan krijgen in de atmosfeer. En is dat dan ook zo? Dat hebben wij uitge, uitgecheckt, uitgetest. En ja, dat is zo. Als je uv loslaat op uh, gewone uh, atmosferische lucht. Dan die hoogenergetische energetische straling die geeft stikstofoxiden. Als ik het maar goed herinner, het is alweer 40 jaar geleden dat ik dat uh, deed. En zoiets uh, met dat je een hoeveelheid koolstofdioxide in een atmosfeer hebt, en dan doe je daar zonnestraling op, en dat dan de temperatuur van zo'n hoeveelheid lucht uh, enorm begint te stijgen, omdat er, uh, de koolstofdioxide concentratie gestegen is van 0,03 naar 0,04 procent. Ik heb het nooit gezien. Ik heb het op internet proberen te zoeken, meerdere keren. Dus experiment, uh, greenhouse effect of zo. Broeikas effect. Dus Ik krijg helemaal niks. Het zijn ideeën. ideeën op basis waarvan men uh, belastingstructuren gaat introduceren. Want dan gaan we belasting heffen op dit. Ja, en waar gaat die poen naartoe? Ja, waar gaat die poen naartoe? <laughs> nou, dat is om het... Uh, dat gaat naar een speciaal fonds. En van het fonds gaan ze het klimaat redden. Ja, ja. Maar hoe dan? <laughs> nou, met een bankrekening. Ja, hey, dat stuk, dat snap ik wel. Maar hoe ga je het klimaat nou redden dan? Dat snap ik niet. Ik snap wel dat je een hele hoop geld binnenharkt en dat je dat te pas en te onpas over de ballen kan smijten. Geheel naar eigen believen. Maar hoe je het klimaat daarmee nou redt? Ja, natuurlijk niet, dat is één grote leugen. Eén grote leugen. Vroeger, toen ik klein was. Toen, en hoopvol en alles. Ja, ik heb nog steeds ben ik hoopvol, en ben een blij iemand. Maar eh, toen had ik echt zo'n idee van: ja, dan ga ik dit doen, dan ga ik dat doen. En, en nu, en dat is met name sinds een jaartje of vijftien. Ongeveer vijftien jaar geleden, kwam ik erachter dat Osama bin Laden. Niets, maar dan nog helemaal niets te maken had met die aanslagen in New York. van 11 september 2001. Helemaal niks. Maar toen was ik erg geschokt. Ik denk: ja, nou, zich. De kranten die staan er helemaal bol van. Door in mijn tijd, toen ik nog jong was en hoopvol. nou, hij is nu ook hoopvol, maar nog een keer. Maar, en ja, dan had ik dus iets en het heette een rectificatie. Dan had er wat in de krant gestaan en dat bleek dan niet waar te zijn. En dan uh, zei de rechter of zo tegen de redactie van zo'n krant, van nou dan moet je rectificeren. En dan kwam het in de krant hoor, van ja, afgelopen zaterdag hebben wij iets uh, in de krant gezet en dat was niet waar. En hoe het wel zit is als volgt, dubbele punt. En waar is nou de rectificatie van de kranten over die aanslagen van 11 september? Van beste mensen, we hebben dat hele verhaal van Osama Bin Laden... ...dat hebben wij overgepent, overgenomen van... ...ja, van overheidsachtige boodschappers. En we hebben dat helemaal niet geverifieerd. We hebben het gewoon één op één doorgekopieerd, in de krant gepletterd en... Uh, ja, we moeten nu erkennen dat dat nergens op sloeg. Want het ging helemaal niet om de waarheid. Het ging om een fantasieverhaal. En bij deze, sorry. En uw redactie weet nog steeds niet wie die aanslagen heeft gepleegd. Want dat weet namelijk helemaal niemand. Het was Osama bin Laden niet. Dat weten we. Het was waarschijnlijk de organisatie die haar, uh, ja, ja wij, uh, wij de bijbelgelovende christenen, wij noemen dat simpelweg Babylon. De Babylon zat erachter. Ja, de stad Babylon, daar is het daarna vernoemd, die stad die is al lang weg door die regio. Babylon bestond echt. Er was een stad in wat we nu Irak noemen. Ja, daar vind je niks meer. Ik heb ook nog een leuk boekje gehad. Het ging over het historische Babylon. En daarin stond een foto van een bushalte in Irak. En die bushalte die heette Babylon. dan kon je van de bus... <laughs> En dan kon je eruit stappen, en er was helemaal niks. Stenen en zand. En een doorlopende weg waar de bus dan kennelijk overheen rijden. En die paal met dat bordje. Dat was Babylon, dat in 1930 of zo. De jaren 30 van de vorige eeuw. Babylon heeft zich verplaatst. De leugenarijen die ze daar deden, die, ja, die konden ze elders ook doen. Dus via Egypte, of samen met Egypte, zijn ze getrok, vertrokken naar Griekenland. En daar begonnen met uh, belasting te heffen aan Jan en Alleman. En toen doorgestoomd naar het noorden van Italië. En toen hebben ze Zwitserland, nou niet ingenomen, maar ze hebben hun geld meegenomen en ze zijn naar Zwitserland gegaan. En daar zitten ze nog steeds. Een Vaticaanstad, Rome is dat dan, dat is hun een, uh, een religieuze bruggenhoofd. De uh, City of London. Dat is een vierkante mijl. Dat is een financiële bruggenhoofd. En Washington DC. Dat is hun militaire bruggenhoofd. En ook voor de waarheid dan. Hè? Ze zouden kinderen op school moeten leren: van kijk. Eerst zat je in Babylon en die zat alleen maar in Babylon. En nou zitten ze overal. <laughs> ja. En als je dan wil weten, ja, wat voor soort mensen zijn er dan? Nou, er zijn mensen die hebben. Ja, die, die houden heel veel van. Uh, uh, vleeselijke, lustelijke dingen. Dus. Uh, ja, nou, vreedpartijen, maar ook orgieën vinden ze ook leuk. Gewoon seks met z'n allen. En ook dat mannen, die hebben seks met mannen. En vrouwen hebben seks met vrouwen. Nou, dat vinden ze allemaal geweldig. Ook uh, volwassenen, die hebben seks met kinderen, dat vinden ze ook leuk. Um... Maar ze houden niet van werken, maar ze houden van de baas spelen. En ja, en ze hebben het liefste dat het volk waar ze de baas over spelen dat, dat hulpbehoevend is. Dus dan maken ze economie bewust kapot. Ja, dat is Babylon. Van oudsher zijn ze dat al. De kinderen kan je dat leren, en van nou, dat zijn onze... Ja, dat zijn de mensen en die beschouwen ons als hun eigendom. En jij bent dat dus ook. Of je dat nou leuk vindt of niet. Maar jij staat bij hun op de lijst als uh, eigendomnummer, huppeltje pup. Ja, de, je burgerservice-nummer bijvoorbeeld. Maar dat is maar één van de nummers. Je hebt waarschijnlijk daarnaast heb je een, een of ander nummer ook nog hoor. Een nummer wat jij niet kent. Het zou me erg verbazen als ze dat niet hadden. En ze houden je helemaal in de gaten. Dan kan je de kinderen allemaal leren. En de economie van Nederland, ja, die laten ze opkomen. En als die uh, lekker opgekomen is, dan laten ze weer in elkaar sodemieteren. En nou, gewoon wat ze, ze doen wat ze zelf willen. Het enige wat hun interesseert, is hun eigen voortbestaan. En ons, de, de, de werkers. Dat zegt hun helemaal niks. Voor één voor van ons, tien anderen. Ze zijn niet afhankelijk van ons. Van ons Nederlander dan. Hè? Daarom halen ze ook met het grootste gemak al die immigranten hier naartoe. Hoe dommer, hoe beter. En dat is ja, in eerste instantie is dat leuk voor de mensen van buitenlandse afkomst, maar zodanig op de langere termijn niet. Delven die mensen ook het onderspit. Je hoeft maar te kijken naar je tv hè? ik heb geen tv in deze woning. Maar de meeste mensen hebben tv, toch? En nog erger, ze kijken er ook nog naar. Nee, ik niet. Vroeger toen ik nog soap. Na een avondje suipen. dan beland ik om twee, drie uur s'nachts. in zo'n droevige snackbar van een buitenlandse vent. En die had dan zo'n tv aan. En dan zag je denk ik herhalingen ofzo. Dan zie je van die praatprogramma's met Eva Jinek. En die doet een heel grappig en heel leuk van. Haha ah, ah, wat leuk, haha wat leuk. Gezellig, gewoon niet, en gewoon een poe. Om een of ander stom onderwerp. Dat is liegen hè, wat ze doen. Dat heeft niks te maken met de waarheid. Ze hebben tegen ons gelogen over die aanslagen van 11 september. En wij zeggen er niks van. Dat is de waarheid. Hè, dat wij dat accepteren. Het maakt ons geen drol uit. Mijn moeder en haar man, die weten ervan. Die heb ik verteld dat die aanslagen van 11 september, dat dat doorgestoken kaart was en is. En dan zegt die mensen helemaal niks. <coughs> Mijn thee die schiet even fout. Ja, het is de waarheid. Dat is droevig. En ook hoe de moeder van mijn kind met de hele situatie van het huwelijk is omgesprongen, met de gezinssituatie en vreemd ging. En... Dat zegt die mensen helemaal niks. Oh, oh, oh nou, dan moet je me scheiden. En dan, ja, ik weet niet of jij dat soort dingen ook hebt hoor. Dat... In dat geval uh, is mijn devies aan jou: er trek je er niks van aan. Want uh, zo de waarheid gelijk staat aan het leven, zo staat al het andere, de leugen dus, dat staat gelijk aan de dood. Mijn moeder die belt mij niet. Die is niet geïnteresseerd. Die... Ja. Ja, ze wil geïnteresseerd, maar niet in mij. Hm? Nou, stel dat, dat mijn moeder dood was. Ja, had ze ook niet gereageerd. Dan dus had ze ook niet gebeld. Had ook. Uh, ja. En had ik dat dan erg gevonden? Nee, natuurlijk niet. Had ik dat gewoon geaccepteerd? Van ja, mijn moeder is overleden en uh, ja, dus belt ze me niet. En uh, ze laat niet merken dat ze geïnteresseerd is in wat ik doe. Nou, en nu heb ik hetzelfde hoor. Maar ja, er is iets aan haar en daaraan kan ik zien dat zij niet in leven is. Het was een tijdje terug dat ze aan mij dat ze een beetje bij me te klagen van ja, en ik zie de familie bijna niet meer. En kan jij er niet wat organiseren voor de familie? En dat heb ik dan gedaan. Maar dat doe ik niet meer. Punt 1, ik ging het organiseren en toen ging zij zich bemoeien met ja. Kijk, je, la, je laat het mij doen. Ja? En ik had een plan uitgedokterd. Samen met iemand anders. Een tante van mij. En die was er ook bij betrokken en alles. We waren samen verantwoordelijk. Ik en die tante. En met die tante een plan gemaakt. Van nou, dat gaan we doen. Nou, dan is dat het plan. Ja? Dan is het niet beleefd om dan uh, het plan te gaan veranderen. Van oh nee, maar ik wil het niet zo. Dan wil ik het wel zus en zo. Maar nou, daar hou ik niet van. Toen kreeg ik ook nog een grote mond van haar toen ik haar een keer belde. Over dat feest. En toen het uiteindelijk allemaal daar was. En we vierden dat feest bij die ene tante. Toen heeft ze na afloop geen dankjewel gezegd tegen mij. Ze had alleen maar geconstateerd van, uh, oh, nou ja, het feest is, ja, goed. Uh, nou, ja, oké, okay, dat was het dan. Nou, uh, wij gaan er weer vandoor. Doeg. <laughs> en ik, ja, de volgende keer vraag je je jongste dochter maar. En die zegt gelijk, oh, nee, daar heb ik geen zin in. Dat weet ik nu al. Dat zou zij zich inspannen. En voor mezelf dan, hè, dan denk ik, ja, ik ben eigenlijk best wel een eenzame jongen. Maar is dat erg mooi. Even voor jou dan ook, hè, als jij ook zo bent dat je iemand van de waarheid bent en van het leven bent, en. Ja, je hebt niet veel mensen in je omgeving die dat ook zijn. Punt. Is dat erg? Nee, waarom? Ik heb van die mensen die wonen achter mij. En die hebben zo'n. Achter mij de, de, stonden van die leuke flats. Net als de mijnen. Die portiek flats. En er woonden dan, eh, iets van drie, vier, nou, vier, vijf woonlagen of zo. Er woonden dan vier, vijf gezinnen. En nu hebben ze daar van die juppewoningen... van gemaakt. Een het duur natuurlijk. En waar dus nu is eh, zeg maar één portiek, is dan eh, één flat geworden, of één huis geworden, zo'n beetje. Oh, twee portieken, één huis. Nee, een halve portiek, één huis. Ik zou maar zeggen. Dat waar vroeger vier gezinnen woonden, daar woont nu één gezin. En die mensen hier achter mij, die hebben erg. echt. De twee, drie keer per week hebben ze bezoek. En dan moeten ze in de tuin zitten. Het is heel lekker weer momenteel. En dan bla 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 bla. Ik irriteer me daar wel eens aan. Dat ik denk van jeetje, nou weer bezoek. Ja, voor de derde keer in de week. Hé hey man. Ja, ik zeg er verder niks van. Maar... En die mensen die zijn dan echt niet eenzaam. Maar ik ben zo blij dat ik die mensen niet ben. Hè? Want dan doe je dan wel eens waar, drie keer per week je huis openstellen voor, wat zijn dat, collega's of zo. En dan weer iemand uit de familie en... Ja, je, je hoort aan het gegrinnik en dat van... En ja, die mannen... En van... ja, je hoort er al aan dat, dat, dat het helemaal nergens over gaat, hè. Ja, dan heb je wel bezoek en een hele hoop geklets en een hoop afwas na afloop. Maar oh, wat heb je nou gehad? En ja, niet de waarheid. Ik sprak laatst iemand hè, over 11 september. Hè. Gaat het dan toevallig? En die vroeg aan mij: van... Euh, heb je dat en dat gezien op tv? En dan zei ik tegen hem: van, Nou, ik kijk geen tv. Oh. Oh, wat apart. En ik heb hem uitgelegd: van... Ja, met die aanslagen van 11 september doe ik het niet meer. Stupide. Waar moet ik hem mee? En ik zei dus tegen hem: Dat kan Osama Bin Laden helemaal niet gedaan hebben. Dat kon niet. En hij keek me zo aan en zei van: Ja, maar er zijn allemaal mensen voor uh, gearresteerd en veroordeeld. Want dan haalde ik maar mijn schouders op. Er is helemaal nog nooit iemand voor veroordeeld, namelijk. Dat is ook weer zoiets. Dat denken mensen dan maar. Er is nog nooit iemand voor veroordeeld. Ja, maar peri, wat zeg je me nou? Ja, ga maar controleren. Je hebt die, die 19 kapers. Maar die zijn niet veroordeeld, want die zijn allemaal omgekomen. Wel is het zo dat een aantal van die mensen, die zijn dus geïdentificeerd hè, met een fotootje erbij en uh, Ibn el-Nassar en Hoezijn uh, el-Hakka en zo. Dan heb je 19 foto's met namen. Hè? Ja, er zijn zes mensen geweest en die hebben gezegd van, hé, hey, punt 1 dat is mijn naam en punt 2 dat is mijn hoofd. <laughs> ja. <laughs> en volgens de berichtgeving uh, heb ik uh, zo'n vliegtuig bestuurd en te uh, pletten laten vliegen tegen een twintouwer aan. En ik ben erbij om het leven gekomen. Maar uh, ja, met mij gaat het best goed en ik woon in uh, ja, Jemen of zo. Huh? En daar hoor je er niks meer van. Ja. Nee, er is niemand voor veroordeeld. Niet dat ik weet. En Osama Bin Laden, die is dan doodgeschoten, zeggen ze. En toen hebben ze. die is doodgeschoten ergens in de buurt van Afghanistan. Hè? Dat was in 2012 of zo. Ja, zoiets. Nou, en toen hebben ze dat stoffelijk overschot. dat is op een marineboot gedaan. En dan hebben ze naar Amerika willen varen, denk ik. Want ja, je wilt toch wel even zeker weten. dat je de goeie hebt doodgeschoten. En toen hebben ze dat stoffelijk overschot. En midden op zee, hebben ze overboord gedaan. Nou ja, snap jij dat nog? Het was een van de grootste misdrijven van de 21ste eeuw. En dat degene die volgens jou dan de hoofddader-leider-toestand is. die uh, het stoffelijk overschot uh, kieper je even overboord. Wat is dat nou weer? Ja. En wij geloven het maar, ja. Yeah. Ja, want wij zijn zo gewend aan de leugen. Het interesseert ons helemaal niet meer. Mijn moeder en de man die weten, het, die weten ook hoe ik erover denk. Dat die, die aanslagen van 11 september met het officiële verhaal. Ik geloof er echt helemaal geen biet van. Ja, er is een peri, die heeft altijd van die uh, afwijkende ideeën. Ja. Ja, ik weet niet wat jij ervan gelooft, hoor. Van dat officiële verhaal. In elk geval, die man die ik dus vertelde dat Osama bin Laden dat echt niet gedaan kan hebben... Die was heel verbaasd en daarna ging hij weer gewoon aan zijn werk. Maakte hem geen biet uit. Mensen hebben andere dingen aan hun hoofd. Vreemd vind ik dat. Het valt me tegen. Ik had de mensheid hoger ingeschat. Ik ben er niet zo over te spreken. Maar ja, mij vraagt niemand iets. Maar dit gaat wel helemaal de verkeerde kant op. Dat is zorgelijk. Maar niet voor mij. Dat, uh... Niet voor de mensen van de waarheid. Het is zorgelijk voor de kinderen van de leugen. Want ja, ik ga afronden hoor, maar. Het punt is dat het leven en de waarheid, dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. En handelen vanuit dat besef, dat heet de weg. Dat zijn hele serieuze dingen. En alles wat er van afwijkt, ja. Ja, alles wat er van afwijkt, dat is gebaseerd op de leugen. En staat gelijk aan de dood. Dus dat was het ook alweer. Ga onmiddellijk naar de gevangenis. Ga niet langs start. Dat is bij Monopolie, zo'n kaart, een gevangeniskaart. Ga direct naar de gevangenis. Ga niet lang start. start. Of af, of weet ik. Want jouw leven is op een dag voorbij. Je lichamelijke leven. Het leven van je lichaam. Maar het leven is per definitie eeuwig. En ik maak me in die zin geen zorgen over de dood. Ik ben dankbaar voor het leven. En heb ik altijd de waarheid gesproken? Nee. Maar ik weet nog wel wanneer ik mij niet zo nauw hield aan de waarheid. En daar heb ik ook een verhaal bij. En het was ook niet zo erg hoor. Ik nog wel dat ik de moeder van mijn kind had betrapt op een leugen. Dat ze was wezen, dat ging over dat vreemdgaan, met dat neuken en zo. En toen zei ze tegen mij, ja, ik moest wel liegen. Want anders kon ik niet doen wat ik wilde. Want dan had jij het niet goed gevonden. Ja. ja, dat is dus echt heel gemeen als je zo doet. Hè. Terwijl je een kind hebt van vijf. Dus die tranen van mijn dochter, die komen op haar rekening te staan. En dat wordt tandenknarsen en weeklagen voor haar als haar lichaam stopt met ademhalen. En niemand zal blij zijn als het zover is. Ook God niet. Ja, het is een serieuze. Maar wel vanuit hoop ingesproken. Want hoop is er. En op zijn hamburg zeg ik tegen jullie: tjus en dag lieverds, kinderen van de waarheid.